Ik ben een gamer, vlogger, editor en entertainer. En ik ben een YouTuber. En leuk dat je kijkt naar Be The Movie. Yo kijkers van Be The Movie en welkom bij deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Het heeft even geduurd voordat ik weer kon opnemen door, ja, eigenlijk een bug in Minecraft zelf. Aangezien dat, en het lijkt nou alweer als de nether, ik weet niet wat dat is. Maar in elk geval, wij proberen hier in elk geval het beste van te maken, want dit is 1.8. Hij zei dat hij verouderd was en dat ik een nieuw moest starten. Ik ga heel even kijken hoe ver dat hij staat, want het hoeft niet allemaal helemaal goed te zijn om betere frames te hebben. In elk geval, ik ga eventjes de comments erbij pakken. En ja, ik moet hem nog opzoeken. Dus dat duurt ook nog wel eventjes. Nee, maar ik ga het even opzoeken wat dat de comments waren, want er zijn wel een paar ideeën bijgekomen natuurlijk. En die ga ik er nu bijnemen. Kom op. Mijn PC is nou echt in één keer traag geworden hier. Ja, hij blijkt ook heel veel met Java te hebben hier. Dat is ook apart. En ik hoef geen geluid ervan, dankjewel. Ik ben eventjes het filmpje aan het opzoeken. Eigenlijk zou dit veel eerder moeten gedaan zijn, maar ik weet niet wat het nou allemaal is. Maar in elk geval, wij gaan naar het ideeënbord toe, want er stond tot nu toe stond er een uitkijktoren van iMake Movies en zij heeft nog meer ideeën achtergelaten. En die ga ik er zo meteen bij plakken. Ik heb nog 13 signs over. Ik denk dat ik er 2 of 3 per ding ga doen. En dat gaat nu beginnen met, even kijken. Deze haal ik even weg. Holy shit, dat ziet er echt in één keer anders uit. Dus een uitkijktoren stond hier al. Dus uitkijktoren. En ze had ook nog een chanting table voor de kamer. En ik wijs nou daar naartoe, maar dat klopt helemaal niet. Voor de kamer. Een chanting. Kan er ook nog hierbij. Room. Door iMake Movies. Kijk. Die gaan wij dan ook. Die gaan wij ook meteen daarop plakken. Want dat vond ik wel een hele goede eigenlijk. Dat je dat meldde. Van die lege kamer kun je nog daarvoor gebruiken. Wauw. Mooi man. Echt schitterend. Slaapkamer. Hier komt de overkamer. De kistenkamer. En dan komt hier de enchanting room. De enchanting room is volgens mij niet zo heel erg groot eigenlijk. Holy hell, what the fuck is dit? Ha! Beetjes overal. Enchanting room. Kamer. Hoe zou enchanting trouwens op zijn Nederlands heten? Weten jullie dat? Enchanting. Ik weet dat het iets met magica te maken heeft. Maar holy shit man. What the fuck is dit? Ik weet niet of dat jullie het goed kunnen zien, maar ik heb echt. Dit heb ik serieus zelf nog niet eens gedaan. Vandaar dat hij dus enorm lijkt. Waarschijnlijk. Holy shit. What the hell? Je zou kunnen zeggen dat het de troll is, maar het leuke is, dit is geen server en niemand anders kan er eigenlijk op. Ik heb alleen backups op mijn eigen PC staan. Maar what the hell? Ze zeggen wel eens van dat een hele horde achter je aanloopt, maar dit is toch wel iets dat iets of wat anders uit gaat spreken, want holy shit. Je kunt alleen 's nachts slapen, dat dacht ik al, ja. Broodjes. Hom nom 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 nom. En dan wil ik trouwens een volgende aflevering. Ga ik met jullie op reis. Ja, zul je wel denken van, hoezo op reis? Ik ga namelijk kijken of dat ik ergens paarden of zoiets kan vinden. Dat lijkt mij wel heel erg vet. En ja, als het jullie het ook vet lijkt, dan laat maar even weten in de comments.
Ja, maar dit verzin je toch niet. Dit is toch echt zoiets van, what the hell. En holy shit, man. Als dat ik zo meteen weer terugkom, dan ga ik daar heel even kijken. Want volgens mij komt dat gewoon omdat hij een deel ervan heeft meegerenderd naar inbetacht. Waarschijnlijk. Ik weet het ook niet. Ik heb dat stuk namelijk nog niet gezien. Helemaal goed. Dus dan gaan we zo meteen maar even kijken. Eventjes wat spullen droppen voordat ik een keer erin flikker. En ik merk nou ook dat er hier een enorme delay op zit. Zie je? En nou pas gaat hij dicht zo meteen. Dus we gaan eventjes wat droppen. Ik vind dit namelijk iets te zonde om nou mee te nemen ervoor. We kunnen die wat terugzaaien zo meteen. Een kist zit al vol. Op zich is dit niet zo heel erg als ik daar zou verliezen. Wel 26 levels, maar dan gaan we de volgende keer ergens gaan wij dat wel fixen. Door middel van gewoon lekker te survive eigenlijk. Ja, wat doen we eigenlijk anders? Zo, even alles terugplanten zodat ik daar ook weer kwijt ben. Zo. Hup, ho, mis een deel. Oh, holy shit, dat meen je toch niet? Wel lekker veel vlees, maar ja, of dat je daar nou echt blij mee moet zijn hier in deze plaats, dat is ook zoiets van. Oh, ik heb er net een paar gemist. Wat ben ik toch ook noob soms? Ik ben een Minecraft noob, ik weet het. Niet dat het mij wat uitmaakt, maar voor de mensen die het willen weten, die weten het nou. Zo, en daar is er nog eentje. Maar het is echt flink veranderd in 1.8. En volgens mij zijn er gewoon delen gewoon overgenomen naar 1.8. En daarom heb je daar waarschijnlijk in één keer zo'n span. Ik heb er anders geen verklaring voor. Zijn er allemaal in één keer zoveel? Dat kan toch nooit normaal zijn, man. Ik ga heel even kijken wat dat daar is. Want dit is toch echt zoiets van, what the fuck is hier gebeurd? Holy shit. Dus ja, dus zullen we maar eventjes gaan kijken. Ja, alles geen van dat geklopt dat je hoort, er zijn die varkens. Holy fucking moly. Nee, duw mij er niet in. Holy shit, de beest duwde me er bijna in. Niet dat ik het zo heel erg vind op dit moment, maar holy shit, dat is gewoon echt letterlijk een hole in de wol. Alleen dan niet in de wol, maar dan nog. Holy hell, man. Zoveel varkens in één keer op één stuk. Ik ga ze zo meteen even doden. Dan heb ik lekker veel vlees en er zijn toch nog genoeg varkens. Holy shit, dit kun je wel goed gebruiken als troll, by the way. Maar dit is toch echt. Het is gewoon echt tot het einde van de wereld. En je ziet nog niet eens diamonds hierin. Er zijn wel heel veel diamonds dan verloren kunnen gaan. Maar holy moly, man. Dit is toch iets dat je niet zo snel bedenkt eigenlijk. Zo'n troll bedenken nog niet eens is. Ik weet totaal niet wat het is. Ik ga eventjes een ik weet dat het heel erg is. En ik hoop trouwens niet dat ik hier nou en ik doorheen val of zo. Mijn Minecraft bukt hem als een gek. Mijn Minecraft bukt hem echt als een gek. Ik ga heel eventjes terug naar het hoofdmenu. En dan kijken of dat hij het zo wel doet. Ik weet niet wat er aan de hand is allemaal hier. Maar, ah kijk, nou zijn we weer terug. Is dit gedeelte er nou nog steeds? Hoogstwaarschijnlijk wel natuurlijk. Ja, alle varkens zitten er nog. Nou, is wel positief dat ik in ieder geval genoeg vlees heb voor de komende tijd. Maar om nou te zeggen dat ik hier blij mee moet wezen, dat is ook maar weer de vraag. Want ik vind dit eigenlijk overdreven eigenlijk wel. Even kijken, 2 zwart, 1 zwart zal wel genoeg zijn denk ik. Even kijken, die ga ik weggooien. Repairen met deze. Ik kan beter alvast beginnen aan de dingen trouwens.
steen ga ik sowieso weggooien trouwens. Mocht je willen weten waarom dat ik het vast heb, ik ga het weggooien. Maar waarom dan? Ja, omdat ik het anders toch niet gebruik. En anders kan ik nog altijd eventjes teruggaan naar de mijn. Oh mijn god, ik ben zo'n noob. Ik ben zo'n noob. Confirmed, ik ben een noob. Maar eigenlijk had ik het zelf nog niet eens hoeven te confirmen. Fucking hell. Goeiedag Milan. Ik wou eventjes jou wat bezorgen in Janus. Wauw, dat was een hoge pies. Dat was een redelijk hoge pies. Even kijken. Oh, ik flik er bijna in. Ik hoop trouwens niet dat ik nou word aangevallen. Even kijken, deze. Met deze repairen. En dan... Holy shit, ik... God, deze aflevering kan echt heel veel beter eigenlijk. Ik had niet verwacht dat ik in één keer zo erg zou zijn. Maar holy sh... Holy hell man. Hierbij moet je gewoon echt om je heen gaan slaan om... Hup, opschieten. Ik wil jullie allemaal dood hebben hier. Kijk hoeveel vlees had ik zo meteen overal en hoeveel varkens had ik hier in de buurt hebben. Oh, en ook nog snel levelen. Dus ergens heeft het wel zijn voordeel, maar ik vind het wel heel erg vreemd. Hier kunnen ze mij toch niet ervan afduwen. Ja, hij heeft nog niet eens de kans om peace te zeggen, want de volgende is licht al. Kijk, dat is toch alweer handig. Oh, en dan loopt je Minecraft weer eens vast. Maar dit is toch echt... Dit vind ik dus echt zoiets van, what the fuck gebeurt hier? Niet dat ik het nou erg vind of zo, maar... Hoef maar een beetje om je heen te slaan om XP te farmen en wat vlees te krijgen zo. Zo. Komt er maar bij jongens, komt er maar bij. Zo. Ik heb nou al bijna anderhalve... Ik heb nou gewoon anderhalve stack, hè? Mijn muis is niet goed genoeg hiervoor. Ik zou eigenlijk zo'n dubbel klikken moeten hebben. Dat zou wel mooi zijn. Holy shit, man. En zie ook hoeveel dat er nog staan. Hoeveel dat je ook meteen aankijken zo. Zo, ik ga eventjes, ik ga het heel even storen. En dan denk ik dat ik de aflevering ook even ga beëindigen. Met heel wat vlees bij de hand. Zie dan, 2 stacks. 2 volle stacks gewoon. Holy hell. Ik ga er vast een stack hierin douwen. Ik heb toch nog wel genoeg kool. En holy shit. Nou, vooral, ik bedank jullie voor het kijken. Mochten jullie nog leuke tips hebben, ook voor op de ideeënmuur, dan hoor ik het graag. Ik ga er binnenkort aan beginnen. En ja, ik ben... ik ben eventjes doorheen, joh. Ik ben echt... ik moet een beetje bijkomen van het aantal varkens en wat er allemaal daar zo is misgegaan. Echt, wauw, joh, dit is echt... Een van de bijzonderste afleveringen denk ik tot nu toe wel eigenlijk. En dan heb ik die aflevering nog niet eens meegeteld dat ik die ging beginnen. Holy shit. Dat wordt ook de titel. Holy shit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan zeg ik de mening. En dat is hou. Doei.